Januari gisteren een moeizame wedstrijd tegen Os. Waar zat hem dat in? Ja, ik denk dat we iets minder gefocust waren dan de wedstrijden ervoor. Uh, het was natuurlijk een ander affiche. zeg maar. En, uh, ja, eigenlijk begonnen we wel goed en uh, hadden we snel op 1-2-0 voor kunnen komen en uh, ja, dan kom je 1-0 achter en dan uh, weet je dat Os ver gaat inzakken en uh, met tegenstoot probeert gevaarlijk te worden. Maar uh, ja, uiteindelijk ging het om een ronde verder komen en dat is uh, gelukt. Dit ritme van het spelen van wedstrijden, zoveel achter elkaar, hoe bevalt dat jou? Ja, ik vind het wel fijn. Uh, veel wedstrijden, ja, daar, daar doe je het eigenlijk voor. Dus uh, alleen maar goed. Ja, dan maakt het ook niet uit of het nou United, PSV of OS is. Nee, uh, ik denk dat we elke wedstrijd hetzelfde erin gaan en uh, proberen te winnen. En uh, ja, tot nu toe gaat het goed. En uh, ik denk dat we deze lijn door moeten trekken. Is zo'n wedstrijd tegen OS wel goed om te realiseren dat het niet uh, minder dan 100% kan zeg maar, in wedstrijden? Ja, soms is het wel goed om, uh, om zo'n wedstrijd even uh, je weer met beide benen op de grond te uh, laten staan. Zeg maar. uh, als je wint van United en PSV, dan uh, heb je een goed gevoel. Um, hey, uh, nu geeft het ook aan dat je elke wedstrijd weer uh, volle bak moet gaan. En dat je, als je 20% minder speelt, dat dat niet kan, zelfs tegen OS niet. Ja, dus dat zou ook het devies zijn komende zondag. Thuis tegen Roda ook weer 100% geven? Ja, precies. Uh, ja, natuurlijk probeer je het altijd, maar toch uh, ja, komt het er stiekem in dat je misschien uh, iets minder gefocust bent of uh, ja, iets minder geeft. En uh, ja, dan wordt het moeilijker. Ik denk tegen Roda weer de kans is om te laten zien dat we ook die wedstrijd uh, 100% gaan geven. Roda is een ploeg die het moeilijk heeft. Drie punten gepakt, gepakt uh, alle drie in gelijk spel, waaronder in de Amsterdam Arena. Dus het is wel een ploeg die kan verrassen hoe. Hoe kan zoiets? Hoe kan zo'n ploeg het moeilijk hebben, maar dan toch gelijk spelen in de arena. Uh, ja, ik denk dat het aangeeft dat ze moeite hebben om het spel te maken en uh, liever terugzakken en vanuit de counter gevaarlijk worden. En, uh, ja, dat zal hier ook, denk ik, gaan gebeuren. En uh, daar moeten we voor waken. En ja, zorgen dat we wel 100% gefocust zijn en uh, de wedstrijd gaan winnen. Ja, want hoe beter jullie het doen, hoe meer jullie gaan winnen, hoe uh, langer jullie aan kop staan, hoe meer tegenstanders van jullie zullen wille willen winnen. Uh, is dat iets waar je tegen extra moet wapenen? Nou, ik denk dat iedereen van Feyenoord altijd wil winnen. Dus uh, ja, daar zal niks aan veranderen. Zondag weer in de KUIP, weer uitverkocht. Wendt dat ooit? Nou, het is wel fijn dat zelfs tegen, uh, ja, tegen een, uh, min, een minder grote ploeg zoals Os uh, het stadion voorzit. Ja, uh, yeah, dat uh, geeft wel een boost voor het team. Jij ja, uh, hebt er vertrouwen in zondag. Dat gaat het allemaal goed komen. Ja, ik denk dat we nu twee dagen goed gaan voorbereiden op uh, zondag en uh, dan zijn we klaar voor.